Zus draaien vrij goed. En ja, natuurlijk, problemen had men naderhand. De Korea had dit gehad, dan wordt je slachter. Dan hebben we in de jaren 70 zeker de devaluatie en revaluatie gehad. Hè. De devaluatie van de Belgische frank en de revaluatie van de gulden. Dan was het ook moeilijk in Sluis. Maar Sluis heeft zijn altijd hersteld. En dat dan couponnetjes heel even was, dan hadden ze zelf weer lekker in hun achterzak en dan gingen ze hierover lekker gaan eten bijvoorbeeld. Net als in Oud-Sluis bij wijze van spreken. Het Hof van Brussel had er ook een enorme goede klant aan. Aan die banken. En dan de andere bank, die was op de kooi daar. En de Rabobank was nog op de Biestenmarkt vroeger. Of het Walplein bedoel ik. Ja. Dat was ook eerst particulier zo. Eerst, en dan had Frans Gevaert is die is dan met de Boerleenbank begonnen. He. En dan is dat ook allemaal uitgebreid. En nog die winkel erbij, ja, nog een muis erbij gekocht. Dus zo. Maar dat groeide ook het Tsuyashi natuurlijk. En dan ben ze naar dat ding gegaan, dus het allemaal. Ik weet nog wel, de seks kwam op. Dat weet u ook. En op een gegeven moment zei ze, jongen, de seks is dus groot gemaakt. En dan zei ik, nee, dat is niet waar. Ze zijn er al mee geholpen, dat is een andere zaak. Maar ze zijn niet groot gemaakt. Ja, weet ik nog, de eerste op de haren met. En onze zeunen, die was, oud was Peter dan? Die ging naar de lagere scholen. En je kwam tussen, die zei, mama, nu is er een winkel gekomen. Want we wisten het natuurlijk. Hè. Hij zei, dan mag je nooit naartoe gaan. Zei die snotter tegen mij. Ik zei, waarom niet? Hij zei, dat ben al blote kont. Dan door in die etalage staan. Maar hij had wel al gezien natuurlijk. Hè. Dus ja, ik zei netjes aan dat niet ging doen. Eind de 60 jaar. En vooral in de jaren 70 was dat een enorme trekpleest, voor schuus. En nog, maar dat is veel minder geworden natuurlijk. En toen was dat natuurlijk al een behoorlijk beetje opstandig en ding natuurlijk. Was niet voor iedereen welkom, laat ik het dan zo zeggen. Mm-hmm. Ja, voor de Belgen wel, maar die kwam er natuurlijk op af. He. Dat nam een heel ander jammer publiek mee. Maar dat is toch al een keer of wat veranderd. Want nu zie ik weer. Maar er zijn dan schoonvolk. Had er weer meer. Dat zie je al de grote slees aan hier heel dagen op de parking. En aan de mensen zie je het zelf ook hoor. De restaurants draaien ermee. Hé? Ja, had niet was van de Belgen. Ja, van wel zo sleus dan moeten leven. Al die zaken. En dan de droge is er een. Ja, nogalang dit. Wat aantrekkelijk was wie het meest heeft verkocht. Maar het was vooral inkopen, denk ik. En men had een tijd gehad, ja, dan kwamen ze benzine al. Je rijdt een halve klotje hoor. Ja, waar zo? Nou, maak eens beginnen. Dan beginnen we op Zetallen, dan op de twee. Zetallen weg, ouder twee. Dan had je voor aan het Walplein, ouder 1, 2, 3. Op van Max van der Plas, weet je wel. Dan had je hier aan het monument had je Murijn. En die zat ook aan de andere kant in de Nieuwstraat. Dan had je Lavage aan de Nieuwstraat. Dan had je Bauer. Daar aan de Nieuwstraat. Ja, ook pomp. En dan had je later had je de Witte Pomp. En die zat in de Dinsdagstraat, op de hoek. Aan het Sint-Janskerk of daar. Weet je, het is een trefpunt geworden ook, hè? Je komt elkaar tegen in Sluis ook, hè? Want mensen zoeken mensen, dat is nu een keer zo. Als er niks is, daar is je ook deur, hè? Dan stop je niet, dat is een mens eigen.